Zaterdag 13 januari vond de officiële aftrap plaats van de VVD-campagne Tiel. Dit deden zij door in gesprek te gaan met bewoners van de wijk Passewaaij. Er stond in het winkelcentrum een zogenaamde koffiebus waarbij passanten uitgenodigd werden om een gratis kopje koffie te nuttigen. Wij presenteren vandaag ons verkiezingsprogramma hier in winkelcentrum Passewaaij en gaan met zoveel mogelijk inwoners in gesprek over wat zij nu eigenlijk van Tiel vinden en wat de politiek eventueel nog beter voor Tiel zou kunnen doen. Wij hebben hier een koffietruc, dus iedereen bieden we gratis koffie of thee aan. En nogmaals, we gaan in gesprek met de mensen.